Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Gagelfenseweg en de Zesweg in Wiegen. De vrouw zag bij het oversteken van de straat een automobilist over het hoofd en werd daarop door de auto geschept. De vrouw is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft ongeveer 15 minuten op straat gelegen. De voorruit van de auto is zwaar beschadigd. De schade aan de e-bike valt mee.